Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar werd de tweede editie van Fun Run by Night georganiseerd. Een 5 kilometer loop in het donker, opgelicht met ledlampjes. Ja, zonlicht. Ja, 5 kilometer is nu niet niks voor ons. Nee. Op vrijdagavond, na een lange week werken, dus we hebben hard nodig. En we hopen dat er aan de finish nog een biertje valt te halen. Jazeker, wij zijn er helemaal klaar voor. We gaan vandaag lopen voor het goede doel. Voor Joch, jongeren op gezond gewicht. En zij zetten zich in om overgewicht bij jongeren te voorkomen. Door middel van allerlei initiatieven. Funrun, zo heet het. Dus dat betekent ook echt dat het echt gaat om plezier. Als jij even wil lopen, ga lekker lopen. Geniet gewoon van de sfeer, dan komt het helemaal goed. Als wethouder van onder andere zorg, gezondheid, vind ik het geweldig om bedrijven in de gemeente Breda te hebben die zich zo inzetten voor die ander. Zo inzetten voor bijvoorbeeld die jongeren die niet van thuis uit meekrijgt dat bewegen gezond is. Maar eerst gaan we de warming-up doen. Ja, we hadden 250 deelnemers, net als vorig jaar. En dat is het maximum wat we mogen huisvesten bij zo'n evenement. Dus ja, super tevreden. Het zat ook weer binnen no time vol. Dus ja, mooi dat iedereen een stapje wil bijdragen aan, met ons werk. Absoluut, om gezond te leven, maar vooral ook sport te ervaren. Wij werken hier met een team met allemaal sporters. En het mooiste wat we willen doen is onze passie delen en andere mensen enthousiast maken. Ja. Grandioos en zo mooi ook om te zien dat allerlei vrijwilligers willen helpen. Ja, we hebben hier een muziekband die hier helemaal vrijwillig komt sfeer maken. En dat is het mooie, hè, dat we dat stukje maatschappelijke, dat sociale, dat het allemaal mensen samenbrengt, de sport. Het familiegevoel wat we hier in de winkel hebben, daar proberen we juist ook mensen van buitenaf bij te betrekken. Want ik denk dat sport iets heel moois is. Breda Nu. Je weet het meteen.